Hallo, goedemorgen Arcadianen in Nederland. Welkom bij de Arcades Digital Radio Show. Deze kick-off is tegelijkertijd de kick-off van de Digital Week. Een week vol met activiteiten, een hackathon, een laaghuisdebat, allemaal georganiseerd in het hele land. De relevantie van digital die zit in ons DNA, om maar even een term te noemen. Dus ik vind het heel goed dat het breder binnen heel Arcades, Nederland, global wat mij betreft, wordt opgepakt. Het meest belangrijke is dat de mensen klaar zijn. Dus jullie hebben dat door middel van twee dingen gedaan, door dit soort dingen, Digital Week. Jullie DNA-sessies die ontzettend goed zijn. Maar ook jullie top 100 is door de Vlerik Business School gegaan om te leren over wat is digital. En die zullen ook dit soort zaken als blockchain ook wel moeten snappen als ze richting geven aan een bedrijf. In ieder geval een bepaalde richting, maar wat zou het betekenen? Kijk, wat mij drijft, ik vind steden ongelooflijk boeiend, interessant en ook wel waar de vraagstukken liggen. Dus daar heb ik het met name over gehad, over de transitie van steden de komende 10, 20 jaar. En hoe belangrijk dat is dat we nu die stap gaan maken om nu ook werkelijk aan die transitie van die steden te gaan beginnen. Mede ingegeven door een economische en sociale verandering. Maar natuurlijk in het thema van deze week ook die technologie. Die ons veel meer de middelen geeft om die flexibiliteit in die stad aan te brengen. Wat ik meegenomen heb, dat is dat je kijkt sowieso vanuit de doelgroep waar je een oplossing gaat bedenken. En dat je niet kijkt vanuit de oplossing, maar dat je heel erg gaat werken vanuit de vraag die er ligt. Het is gewoon goed om te delen. Ze moeten het gewoon vaker doen. Ja, je voelt aan alles dat het anders bloedt en we gaan ergens naartoe. En hoe dat eruit ziet weet niemand, maar dat we daar als Arcades gewoon een rol in kunnen vervullen. En volgens mij vinden heel veel mensen dit heel mooi en heel leuk om daar mee te denken.